Ja? Gaan we het nu opnieuw doen? Wacht, was dat er net de... Nee? Stop even. Het is een ouder werk, zo'n viertal jaren terug. Ik zal hem kort uitleggen. Het uitgangspunt hierbij zijn steeds lijnen. Dat is aangehouden in heel mijn werk. Lijn, monochrome en een ritme. Dus in dit geval. Wat gebeurt hier? Mensen vragen dikwijls wat staat op een schilderij of wat betekent het. Daarom heb ik een hele tijd lang schilderijen gemaakt die zuiver bestonden uit logische feiten. Van de heer Van Halle in het Belgische Maasmechelen. Hij geeft hier in de buurt de les op de Gentse Academie. En hij geeft het komend jaar bij ons in Eindhoven les. Wat ga je de les geven? Dat gaat metaal zijn. Dus ontwerpend vormgeven in metaal. Ja. Dus aan het eerste jaar. Iets wat in Genk ook doen. Maar dan met alle materialen. Kunststof, gips, hout. Over de opdrachten zullen we het later hebben. Ik kan misschien iets vertellen over mezelf. dit is Willem. Ik ben dus van opleiding industrieel vormgeven. Van Genk. En dat is ongeveer 6 jaar geleden dat ik afgestudeerd ben. En toen ben ik dus niet naar een fabriek gegaan. Ik ben dus theater gaan maken. Dat is heel gemakkelijk. Waarom ga je theater maken? Is misschien een vraag. Stel aan een industrieel vormgeven. Ik vind dat een zeer complete manier van werken. Je hebt er te maken met taal, met je lichaam, je beweegt dus. Maar je krijgt als vormgever ook met het beeld te maken. Het lichaam wordt dan ook deel van dat beeld natuurlijk, maar je krijgt een decor. En in dat decor kun je beeldende elementen, dus beeldende kunst, integreren, maar je kan het ook heel second functioneel, zoals een product bekijken. In elk geval is het een zeer complete discipline, en als er nog muziek bij komt kijken, ja, dan heb je bijna het hele gamma van de kunsten. Ja. Als je het dan nog zelf doet, ja, dan zit je er eigenlijk helemaal in. Het is eigenlijk niks prachtiger dan zo'n complete kunstvorm te kunnen beoefenen. Je vraagt natuurlijk wel wat consequenties. Toch ben je ermee gestopt en nu het onderwijs. Ja, ja. Ik had nooit in het onderwijs willen terechtkomen. Ik heb daar ook nooit om gevraagd, dus ze hebben mij dat moeten vragen om te doen. En ik kan nooit nee zeggen, dus zit ik daar dus mee. Nee, zo erg is het niet. Het is heel interessant. Het kwam op een goed moment voor mij om te herbronnen, om te overdenken na een aantal jaren waar je mee bezig bent. Ik denk dat het voor iedereen heel nuttig is om af en toe eens terug te
plan nodig als het nog strekt is, dat is iets officieel. Maar bij wijze van spreken, dus was echt het duur resultaat dat je dus gezien hebt op die foto's. Dus dat is waarschijnlijk ook niet meer. Dus dat gaat doen, dus eigenlijk alles. Dus dan wat ook interessant is, dus de naast waar je bijvoorbeeld hebt. Dus die hier dat zijn geweest en zeggen, het is een interessante kast. En dan hebben ze gebouwd en hebben ze dus de normale strategie al op. Dus dat is ook gedaan, dus wat alles blijft houden en die hardboard geplaatst heeft. Dus dan met de topjes. Dus nu onder deze omstandigheden werk, dus dat is het volgende. Ik ben dus afgestudeerd aan de Universiteit van Leuven in 1979. Ik heb dus een opleiding. Oh. Ingenieur-architect gedaan. Dat is eigenlijk vergelijkbaar bij u, TA Delft of TA Eindhoven. Mm-hmm. Dus dat bestaat dus ook. Dus ja. Als je dus in België als zelfstandig architect wilt werken, moet je dus eerst 2 jaar stage doen bij een man met ervaring. In 1981 heb ik eigenlijk pas de eerste woning, effectief nieuwbouw. Ik heb dingen kunnen doen. Waar ik dus achter stond, omdat de situatie in België als architect is eigenlijk zeer verleidelijk. Je kunt dus eigenlijk op zeer snel manier, zeer vlot, zeer veel geld verdienen, als je dat wil. Zeer bewust gekozen, als een van de weinigen waarschijnlijk. Die op mijn opleiding hebben gehad, want van de rest van mijn klasgenoten, om het zo te noemen, 35 architecten, afgestudeerd in 1979, zijn er dus 1 of 2 nog zelfstandig bezig. En die doen dus, bouwen dus... Belgische woningen in Bruegeliaanse stijl waarschijnlijk, dus de boerderijstijl woningen en zo verder. Dus ik weet er ook voor de rest dus niks van. Achter staan dus waar ik met iedereen durf juist naartoe te gaan. Dus ik durf dus te laten zien, terwijl er ook veel architecten zijn die zeggen, ja dat heb ik ook wel gedaan. Ja. Toen had ik dus geld nodig en je moet dat zo en zo zien en die mensen wilden dat zo. En, dus het is eigenlijk een project vol excuses, dat hou ik dus niet van. Dus de autonomie van de ontwerper, dat is dus een zeer belangrijk principe, vind ik. Ja. Ik ben vooral geïnteresseerd in natuurstijl, waar ik mee bezig ben. Dat project is nog uitgevoerd. Dat is een... Dat is een beginnig graafwerk. Ik heb dat van iedere woning op de maquette gemaakt. Die heb ik dus niet. Maar het interieur. Hoe zeg je? Het is wel een filosofie. Ja. Meestal een zichtbaar betonblokken uit de streek. Gebakken aarde, blokjes met recyclagemateriaal. Ja. Balanceren, zoeken.